allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel ben ik er vandaag met een Douglas shoplog. Namelijk, een tijdje geleden heb ik op de Douglas website besteld. Er waren een paar items die ik echt nodig had. En een paar dingen die al super lang op mijn wishlist stonden en uiteindelijk heb gekocht bij de Douglas. Dus het zijn niet mega veel items, best wel wat, maar niet mega. Maar er zitten een paar hele prijzige tussen die ik heel graag met jullie wil delen. Want ze zijn echt super, super tof. En ook als laatste wil ik nog heel eventjes snel één item van Easy Paris laten zien. Maar eigenlijk is het dus een Douglas shoplog. Zoals altijd met al mijn video's zal ik mijn best doen alles hier zo onder te linken. Mocht je nou ergens interesse in hebben wat ik omhoog haal, zal ik mijn best doen om het te vinden. Hopelijk hebben ze het allemaal nog. Maar dan kan je het hier zo onder vinden samen met mijn tweede kanaal. Instagram, TikTok, alles. Met dat gezegd hebben, voordat we erin gaan duiken, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet dan vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar één druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu in alle make-up gaan duiken. Oké, laten we maar gelijk beginnen met het item waar ik het blijst mee ben. Wat ik al zo lang wilde en iedere keer niet heb gedaan. Dat is namelijk deze beauty. Oké, dit is abnormaal duur. Dit is duur in de zin van dit heb je echt niet nodig in je leven. Dit is high-end van high-end. Maar ik zag deze iedere keer bij een YouTuber voorbij komen. En ik vond ze zo ontzettend mooi. En dan zag ik de prijs en dacht ik, hell no. Maar ongeveer deze bestelling heb ik al best wel een tijdje geleden geplaatst. Maar toen dacht ik van, oké, ik ga het gewoon doen. Ik spoil mezelf een keer. Dit was gewoon echt een cadeautje aan mezelf. Nadat ik zeg maar echt al een jaar van dit merk een palet wilde. Dit is namelijk het Pat McGrath Labs Mothership VIII Divine Rose 2. En het komt dus echt super luxe in deze verpakking. Met een touwtje eromheen. Die draai je dan zo los. Dan klapt het open. Tadaa. En hier zo heb je het palet. Ik heb hem dus al meerdere malen gebruikt. Zeg ik eerlijk. Ik heb hem al in gebruik. Ik kon oprecht gewoon met deze echt niet wachten, want dit was er eentje die ik al zo lang wilde. Ik ben hem gelijk gaan gebruiken. Prachtig, weerspiegelende verpakking dus. En als je hem openmaakt, heb je deze prachtige palet. Hij is heel erg zwaar. Er zit echt gewicht in. Hierin krijg je 10 kleuren. En het is dus allemaal een beetje in het rozige thema waar ik obsessief mee ben. Heb ik bijna elke dag op. En ik heb deze dus al heel veel gebruikt. Als eerst moet ik zeggen, jongens, deze oogschaduw is geweldig. Wat natuurlijk ook zeker mag voor het prijspunt. Een van de coolste die hierin zit is deze hier zo bovenin. Want ik ben heel benieuwd of jullie de camera gaan zien. Maar misschien wel. Als je hem in een bepaalde hoek houdt is het gewoon echt roze. In de andere hoek is het groen. Er zit hier zo'n coole shift op die ik nog nooit in een palet zo goed heb gezien. Je hebt soms wel dat je een roze kleurtje hebt met een ander gloedje eroverheen. Maar deze is gewoon in sommige houdingen roze, sommige groen. Dus dat is echt super cool om mee te werken in je oogschaduwlook. Voor de rest kan je hier ook prima een elke dag basic lookje mee maken. De kleurtjes zijn best wel groot gelukkig ook wel. De sparkles zijn intens. De mattes blenden geweldig. Dus ja, absoluut heb je dit niet nodig in je leven. Het is super, super duur. Er zijn nog andere paletten die ik heel graag zou willen van dit merk. Maar het is gewoon belachelijk duur. Het was echt op een dag dat ik dacht ik ga hem mezelf cadeau doen. Omdat ik hem al zo lang wilde. En nu heb ik hem eindelijk en ik ben er obsessief mee. Hij heeft me echt niet teleurgesteld. Dus ik ben hier heel heel erg blij mee. En omdat ik deze had besteld, hadden ze nu bij Douglas een actie. Dat je bij dit verschrikkelijk dure palet deze single eyeshadow kreeg. Dit is de Pat McGrath Labs Batch Idols Eyeshadow. En ik ben heel benieuwd. Deze heb ik dus nog niet gebruikt. Zoals je kan zien zit nog sealed in deze leuke verpakking met pailletjes. Heel erg tof dat je er een cadeautje bij krijgt. Mag ook wel voor die prijs. Leuk extraatje. Ben ook heel benieuwd om deze te gaan gebruiken. Dan ook, en Real Techniques blijft letterlijk mijn favoriete merk aan oogschaduwkwasten. Gewoon aan make-up kwasten. Want deze zijn allebei niet oogschaduw. Dit zijn gezichtskwasten allebei. Maar zoals ik dus al zei, ik heb veel duurdere merken aan make-up kwasten en Real Techniques blijven mijn faves. Als eerste en hier heb ik zoveel zin in, jongens. Want ik heb eindelijk weer zo'n soort kabuki brush van hun weten te vinden. Ik had altijd al eentje met de glitter uitgave. Maar die glitters laten los. Ik weet niet wat er is gebeurd. Of dat het hier te warm is geworden of zo. Maar op een gegeven moment begon die helemaal los te laten. En die kwast is helemaal raar. Maar dat is echt nog steeds mijn favoriete kabuki brush. Ik heb ondertussen echt al 4 andere. Vind ik allemaal niet zo chill. En nu zag ik dus bij de Douglas deze Real Techniques by Sam & Nick Face Plus Body Blender.
blender. En het is dus gewoon zo'n kleine dikke kabuki brush. Dus ik heb zoveel zin om deze uit te gaan proberen. Ik denk, ja, waarschijnlijk gaat deze net zo goed zijn. Want het is gewoon hetzelfde merk. Dus dan gaat hij de ander vervangen. En daar ben ik heel erg blij om. Ik heb zoveel zin om deze te gaan gebruiken. En de andere kwast die ik van Real Techniques kocht was deze Cashmere Dreams 017 Contour Fan. En hetzelfde geldt eigenlijk voor die kwast. Die kwast is top die ik al heb. Mijn contourkwast die ik gebruik van Real Techniques. Maar dat is ook van die special edition glitter. En die laat ook los. Ik heb ze allebei, moet ik nou ook wel zeggen, al heel erg lang. En het duurde heel erg lang voordat het gebeurde. Maar het is super irritant. Want ik, ja, die hendel laat zeg maar los. Dus als je make-up doet, is gewoon niet chill. Dit is ook een special edition, maar niet met glitters eroverheen. Dus ik denk dat ik dat probleem hier niet bij ga krijgen. Dit is dus een limited edition contour fan. Heel erg benieuwd naar. Zag er gewoon heel erg mooi uit. Dus dat zijn de twee nieuwe kwasten van Real Techniques om oude te vervangen. Dus ik ben heel erg blij dat ik deze twee allebei heb kunnen vinden. Gewoon bij de Douglas. Dan ook. En over deze heb ik zoveel goeds gehoord dat ik het eindelijk heb gekocht. Op sociale media zag ik deze namelijk al de hele tijd voorbij komen. Misschien kan ik deze, als jullie dat leuk vinden, ook uitproberen in een 30 seconden Instagram reel. Ik heb zeg maar dat ik al een keertje heb gedaan dat ik dan een make-up tool of make-up product uitprobeer in 30 seconden en jullie vertelt wat ik ervan vind. Dus echt zo'n speedy review. Misschien is deze daar leuk voor, want dit is de Elf Camo Concealer Sponge. En dit is dus gewoon een beauty blender alleen dan van Elf. En deze krijgt zulke goede recensies. Echt letterlijk iedereen die deze gebruikt vindt hem gewoon fijner dan de beauty blender voor wat ik tot dusver heb gehoord. Dus ik heb er gelijk twee besteld, want hij is ook heel erg vaak uitverkocht. Dus ja, dit is er zeker eentje waar ik gewoon heel erg benieuwd naar ben. Dus vandaar dat ik er twee gelijk heb besteld. Dan kunnen we het ook proberen in een videootje. Als jullie dat leuk vinden, dat ik het in review vorm op Instagram post, laat mij vooral weten. En als jullie dat trouwens van iets anders willen zien, bijvoorbeeld van zo'n Real Techniques kwast, laat mij vooral weten. Want ik vind het heel leuk om die 30 seconden reels voor jullie te filmen. Of nou een andere make-up product, gewoon van de kruidvat of zo. Dat kan natuurlijk ook. Laat allemaal hier zo onder weten in de reacties. Maar ja, deze heb ik dus daarvoor gekocht. Dat ik dacht van, oh, dit lijkt me heel cool. De reviews waren allemaal heel positief. Dus ja, heel benieuwd naar. Gewoon van Elf. Lekker budget. Dan ook verkocht Douglas Morphe. En ik heb nog nooit van hun een oogschaduwpalet gehad. Dus ik dacht, ik doe gewoon een lekkere basic om te kijken of ik hun wat vind. Ik moet zeggen, ik heb hem nog niet gebruikt. Dus ik kan nog niet zeggen of ik fan ben van hun oogschaduws. Maar dit is de 9V Vintage Rose oogschaduwpalet. Nog niet gebruikt. Wel dus echt mijn kleurenthema. Het vaakste op mijn ogen draag ik roze tinten. En daarna meestal paars en bruin. Paletje is heel erg tof. Mat met 9V. Heel groot erop in glans. Klikt open. Heeft een grote spiegel. Zit nog zo'n bescherming om. Vandaar dat je nog niet erin kan kijken. Wat fijn is voor deze video om te laten zien. Maar hierin krijg je 9 kleurtjes. Het doet mij persoonlijk een beetje denken aan een Colourpop palet. Maar Colourpop is echt super goed qua oogschaduw voor een budgetmerk. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat zijn. Ik heb dus nog geen ervaring met Morphe paletten en de kwaliteit daarvan. Dus deze ga ik ook uitproberen. Misschien ook leuk voor een keer uitproberen in een reel. En laat mij ook vooral hier zo onder weten als je ervaring hebt met Morphe paletten, wat jij ervan vindt. Ik ga hem in elk geval uitproberen, want ik denk dat dit echt zo'n perfect paletje is om mee te nemen op vakantie en zo. Omdat hij lekker compact is. Hij is heel dun. Dus ja, laat me vooral weten wat jullie ervan vinden. En dan als laatste heb ik twee Tangle Teasers gekocht. Als eerste heb ik mijn ultieme favorite die ik ooit van Tangle Teaser heb gekocht, nog een keer gekocht. Dit is namelijk de Tangle Teaser Professional Finish Hairbrush voor Smoothing, Shine en Hair Extensions. En deze heeft, zoals je dus kan zien, een hendel eraan zitten. Heel veel Tangle Teasers hebben geen handvat. Deze dus wel. En er staat ook een sticker op met 89% would swap their existing brush voor de ultimate finisher. En dat klopt, jongens. Zelfs gewoon mijn eigen Tangle Teasers heb ik vervangen door deze. Ik heb hier eentje van. En dat is echt mijn favoriet. Ik pak die andere haast niet meer. Die andere zijn wel makkelijker om zeg maar mee te nemen in de tas en zo. Maar gewoon voor thuis zijn deze echt de piep. Ik ga niet vloeken, maar je snapt welk woord daar hoorde. Ik heb de ene die ik al heb hier zo in de studio liggen voor als ik ga filmen en mijn haar doe. Maar ik wil hem dus ook heel graag in de badkamer hebben. Dus vandaar dat ik deze heb gekocht. Aanrader, beste Tangle Teaser die er is. Geweldig voor je haar, veel minder haaruitval. Maak je haar smooth. Echt,
Ik kan je deze niet genoeg aanraden. Het is echt een verschil met de normale Tangle Teaser. En dan ook, en dat is het laatste item, maar deze hadden jullie kunnen zien in mijn salontopper shoplog. Toen had ik Tangle Teasers gekocht en toen had ik per ongeluk een foutje gemaakt. Toen had ik namelijk per ongeluk deze gekocht. En deze is eigenlijk bedoeld voor kinderen, zoals je kan zien. Hij is heel klein, maar bij de salontopper website zag je geen verschil. Stond hij tussen de normale borstels. Dus toen had ik hem bijgedaan en dacht ik, oeh leuk, regenbogen en unicorns. Maar toen kwam hij thuis en toen was hij zo klein. En ik moet zeggen, dat is een van mijn meest gebruikte Tangle Teasers. Want hij is zo klein dat hij in mijn kleinste handtasjes passen. Hij is zeg maar een soort van lippenstift formaat qua lengte. Dus daardoor past hij in elke kleine handtas waar je zeg maar alleen mobiel, lippenstiftje en portemonnee in doet. Dus die andere gebruik ik de hele tijd. Ik gooi hem de hele tijd over van mijn tassen. Dus ik heb hem nog een keer besteld en nu expres omdat ik wist dat hij zo klein was. Eigenlijk dus voor kindjes, maar echt ideaal om mee te nemen. Dus daarvoor kan ik je hem echt aanraden als borstel voor in je tasje. En dan echt als laatste, zoals ik al zei aan het begin, wilde ik nog heel even snel iets laten zien van Easy Paris XL. Dat is namelijk deze Huda Beauty Light Glow Obsession Mini Face Palette. En echt waar jongens, deze had ik heel even snel laten zien in mijn vlog, maar toen had ik hem nog niet gebruikt. Deze zag ik dus in één keer staan gewoon bij Easy Paris XL hier in Nederland. Ik wist helemaal niet dat we een Huda hadden. Maar daar was ik super blij mee, want deze stond op mijn wishlist. Alleen ik dacht dat ik hem niet kon krijgen. Maar dit is dus de lichtste variant. Het zijn 3 verschillende kleurenopties aan face paletten. En deze is stunning. Ik gebruik de highlighter de hele tijd. Het is echt alsof het je eigen huid is. Je ziet helemaal niet, je hebt helemaal geen poederig effect met deze poeders, als dat logisch klinkt. Echt gorgeous. Ik zal wat swatches laten zien aan jullie in de close-up beelden. Niks vergelijkt ermee, moet ik heel eerlijk zijn. En hij is ook lekker compact. Hij is net zo groot als eigenlijk gewoon 1 highlighter vaak. Zeg maar in mijn la met highlighters is die net zo groot. Alleen hier krijg je dus 4 verschillende Glow Obsessions kleuren in. Echt prachtig. Kan je deze echt aanraden? Volgens mij was die rond de 40 euro. Maar als je nadenkt dat je ze 4 verschillende krijgt, is het best een goede prijs. En het is echt gorgeous. Wel weer een beetje high-end make-up, maar prachtig jongens. Echt waard naar mijn mening. Dol op. Nou, dat was dan alles wat ik deze keer aan jullie wilde laten zien qua mijn geshopte make-up items van de afgelopen tijd. Ik ben echt super happy met alles. Zoals ik al zei, het is niet mega veel, maar het waren allemaal items die ik al een tijd wilde uitproberen en die ik sommige al heel lang wilde. Dus ik hoop vooral dat jullie het weer leuk vonden om te kijken. En zoals altijd zal ik dus mijn best doen om alles hier zo onder te linken, mocht je nou ergens interesse in hebben. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wie nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes. Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccounts, fanart. Kan van alles en nog wat zijn als je mij maar opvalt. En wie weet, zie je zelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar 1 druk op die rode knop is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg! Bye!